mijn beurt in de goedenavond. Het verloop van de avond ziet als volgt uit. We zouden eerst met Lievens een half uur laten spreken over zijn boek. Daarna zouden wij het woord geven aan Bart Staes. Dus dan zouden we toch moeten rond half negen dan een kleine break houden, waarna dan een aantal vragen kunnen afgevuurd worden uit het publiek. Wij timen zo dat wij rond half tien de avond zouden kunnen eindigen en de mensen die daarna willen napraten, mogen, kunnen dan nog rust een pintje, een natje, een droogje nemen. Goedenavond op mijn beurt, ik zal geen lange inleiding doen en indien we de timing willen houden. Dus Matthias Lievens, Bart Staes. Matthias Lievens is vertoont rechtsfilosofie aan de faculteit Paul en Sok in Leuven. Is mede-auteur vervangend met zijn partner Annalien Kenis. En ik geef hem graag het woord over zijn boek. Matthias. Bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Het is een veel plezier dat ik hier ben. Het is ook een geweldige locatie. Het zicht op de zee, ik zie er niks van, maar het is een heel leuke plaats. Ik vind het ook heel leuk om in gesprek te gaan met Bart Staes. Ik denk ongetwijfeld zullen we er wel een aantal meningsverschillen over een aantal thema's. Dat is ook een man met voor wie ik heel veel appreciatie heb. Misschien weten sommigen onder jullie dat ik een van degenen was die nogal betrokken was in de maalstroom rond de hele GGO-affaire. Na de acties in Wetteren en zijn interventie is daar van bijzonder groot belang geweest. Ik ben al vaak een stille supporter geweest van dat soort interventies van Bart Staes. Ook rond de aan de gang zijnde onderhandelingen, rond het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten, een aantal andere kwesties. Ik heb veel plezier dat ik hier zit om samen met Bart Staes het gesprek aan te gaan. Nu een paar woorden over die groene economie. Toen we dat boek lanceerden, vroegen mensen, omdat die niet zo heel veel met ecologie en groene thema's bezig waren, ze vroegen ons af, ben je van gedacht veranderd? En ze wisten dat we ecologisten waren, dat we al jarenlang actief waren in de milieubeweging, vooral met de kritische kans in de milieubeweging, de radicale kant, laat ons zeggen. En plots komen we met dat boek, dan stellen mensen ons de vraag aan, ben je niet meer voor een groene economie? En dat typeert wel een beetje, dat is natuurlijk de bedoeling met dat boek, met die titel, om een beetje een discussie te provoceren, om wat controverse uit te lokken. Ik denk dat we daar tamelijk goed in gelukt zijn. En ik denk dat het ook belangrijk is om een controverse uit te lokken, om een discussie uit te lokken rond dat begrip groene economie. Laat eerst één ding duidelijk zijn, zijn we tegen een groene economie? Natuurlijk niet. We zijn voor een groene economie. We hebben een vergroening van de economie nodig. Als je het heel in het abstract bekijkt. Alleen is het belangrijk om ook eventjes een stapje achteruit te zetten en eventjes stil te staan rond hoe komt het nu eigenlijk dat we over groene economie spreken vandaag. Als je kijkt, 5 of 10 jaar geleden sprak niemand over groene economie. Misschien een paar NGO's, wat academici en mensen binnen een bepaalde groene partij. Maar groene economie was niet het thema van de discussie. Dus er is een verschuiving geweest hier de laatste 5 jaar, waarbij dat denken over de groene economie echt een doorbraak heeft gekend. Dus er is eigenlijk een nieuw discours om na te denken over milieuproblemen en over milieupolitiek, milieubeleid. En het heeft dus eigenlijk een heel specifieke betekenis. Het is heel belangrijk om te zien in welke context is dat begrip doorgedrongen en welke invulling is daaraan gegeven. Het zijn vooral internationale instellingen die daarmee bezig zijn, de OESO, de Wereldbank, de Europese instellingen, het UNEP vooral, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Zij zijn eigenlijk de laatste 4-5 jaar een discussie gaan opzetten rond groene economie. En ze doen dat vanuit een heel specifieke invalshoek. En om een beetje de achtergrond van die invalshoek meteen te zetten, zal ik het volgende zeggen. Dus we leven in een markteconomie, een kapitalistische economie als je wil. En de markt is eigenlijk iets heel eigenaardigs of iets heel bijzonders. Hoe langer dat ik daarmee bezig ben, hoe meer gefascineerd dat ik daardoor word. De markt is iets wat voortdurend in beweging is, voortdurend is er een dynamiek, voortdurend groei, er komen voortdurend nieuwe bedrijven bij, nieuwe sectoren, die nieuwe producten op de markt brengen die verkocht kunnen worden. Een voortdurende drang naar steeds meer groei. En de
markt genereert natuurlijk een aantal problemen. Problemen waar hij mee geconfronteerd wordt. En dan opnieuw zien we dat de markt op een heel creatieve manier omgaat met problemen. Namelijk, wat doet de markt als het met problemen geconfronteerd wordt of obstakels, crisissen? Dan gaat het die obstakels proberen te hervertalen of om te turnen in opportuniteiten. Herinner u de oude slogan van de VBO-topman? Crisis is een uitdaging, dat is typisch hoe de markt omgaat met problemen. In plaats van problemen te zien, zien ze opportuniteiten, zien ze kansen. Dat is een abstracte redenering, maar om dat een beetje duidelijker te maken, kijk bijvoorbeeld naar het afvalprobleem. Er is een gigantische hoeveelheid afval, bergen plastic in de oceanen, een afvalprobleem dat niet onder controle gekregen wordt. En dus, ja, we weten wat de oorzaak is, verpakking, plastic enzovoort. Wat we zien, in de plaats dat er iets aan de grondoorzaken van het afvalprobleem wordt gedaan, dat er regels komen waardoor er minder plastic is, minder verpakkingen enzovoort, wat we zien is dat er door de marktwerking en de concurrentie en de dynamiek die in die markt aanwezig is, bijna spontaan allerlei bedrijven, sectoren ontstaan die iets met dat afval gaan doen. Maar het probleem eigenlijk de gronden niet aanpakken. Wat gaan ze doen? Ze gaan afval verbranden, ze gaan het onder de grond steken en het meest lucratieve rendabele van allemaal, ze gaan echt afval exporteren naar de derde wereld. Met andere woorden, het probleem wordt niet in de kern aangepakt, maar er worden allerlei nieuwe economische strategieën ontwikkeld, waardoor bedrijven producten kunnen verkopen en winsten kunnen maken, en waardoor eigenlijk het afvalprobleem niet wordt opgelost, maar het probleem wordt verplaatst of aan onze ogen wordt ontrokken. Verbrand, het gezicht dat op de grond geëxporteerd is. En dat is eigenlijk een terugkerend mechanisme dat je ziet hoe gaat de markt, hoe dat de markt omgaat met maatschappelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel mensen vandaag last hebben van burn-out, stress, depressies enzovoort. Vaak hangt dat samen met het feit dat mensen veel te hard en in moeilijke omstandigheden moeten werken, dat ze onder druk staan, onder stress staan op hun werk. Opnieuw, wat zien we? De maatschappij waarin we leven pakt de kernoorzaak niet aan, zorgt er niet voor dat mensen op een betere of niet betere omstandigheden kunnen werken. Wat gebeurt er? We zien allerlei bedrijven ontstaan die producten verkopen aan mensen, waarmee dat ze veel winst maken. En die producten moeten mensen helpen om te gaan met hun stress, zonder dat die stress of de bron daarvan eigenlijk worden weggenomen. Denk aan de hele wellnessindustrie, allerlei sauna's die geboomd zijn de laatste 10 jaar. Denk aan antidepressiva die worden aan de lopende band verkocht. Denk aan allerlei boekjes en magazines die uitleggen aan mensen hoe ze moeten omgaan met hun stress. Maar de oorzaak van de stress wordt zelf niet aangepakt. En er lijkt iets gelijkaardigs aan de gang te zijn nu rond het milieuthema, rond het ecologische thema. En eigenlijk in de kern gaat het discours van de groene economie hierover. Namelijk, mijn diepe overtuiging is dat de grote milieuproblemen waar we in geconfronteerd worden, dat die samenhangen met hoe onze economie is georganiseerd. Een economie die gebaseerd is op winst, op aandeelhouderswaarde, op eindeloze groei. Dus in plaats van dat we iets fundamenteel veranderen aan dat economisch systeem, wat zegt het discours van de groene economie? En dat is letterlijk, dat is geen intentieproces of staat letterlijk in die rapporten over groene economie bijna. We moeten de ecologische crisis niet laten zien als een groot probleem, als een obstakel, maar we moeten die zien als een opportuniteit. Het is een opportuniteit waardoor bedrijven nieuwe producten aan de man gaan kunnen brengen, waar er nieuwe markten gaan kunnen ontstaan, waardoor er nieuwe economische groei gaan ontstaan. En eigenlijk wat wij vrezen is, gelijk met dat afval, of gelijk met de stress en de burn-outs van mensen, wat we vrezen dat er een mechanisme gaat zijn, dat we de kern van het probleem niet gaan aanpakken, maar dat er allerlei nieuwe economische strategieën, winstopportuniteiten zullen gecreëerd worden, waar dan in de eerste plaats economische spelers goed wel bij varen. Nu, wat is nu die groene economie? Dat is dus een thema waarom er een discussie bezig is. Er zijn zeker interessante invullingen van wat groene economie zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het bekende Green New Deal-rapport. De term groene economie wordt daar heel weinig gebruikt of nauwelijks gebruikt. Maar eigenlijk zou je dat kunnen zeggen, dat is een heel kritische, sociale invulling, interessante invulling van wat een groene economie zou kunnen zijn. Maar als je kijkt naar het eindelijke debat in internationale instellingen, vooral het milieuprogramma van de Verenigde Naties, dan zien we dat daar eigenlijk een heel marktgerichte invulling wordt gegeven aan wat een groene economie zou kunnen zijn. En om een ander hap samen te vatten, zou ik zeggen, er zijn 4 standaard ingrediënten die terugkomen in veel analyses
in discussies of rapporten over de economie. Het eerste ingrediënt is het belangrijkste. Dat is de gedachte dat we de verandering die nodig is om bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan, dat we die verandering moeten doormaken of realiseren via de markt. Dus niet door bepaalde dingen aan de markt te onttrekken of door minder markt te hebben, maar door via de markt te werken. En nu, ik zou daar heel veel over kunnen zeggen, dat komt misschien straks nog aan bod, maar de belangrijkste manier om iets via de markt te realiseren, zo wordt het naar voren geschoven door een aantal internationale instellingen, rapporten die door die instellingen worden geschreven, dat is door de creatie van nieuwe markten. En spontaan denken we dan natuurlijk aan markten in zonnepanelen en windturbines enzovoort. En op zich hebben we die producten nodig, dus hoe meer dat er zijn, hoe beter natuurlijk. Maar waar er vooral wordt ingezet, is de creatie van nieuwe markten een heel andere aard. Namelijk markten waar er heel rare, artificiële producten worden verkocht. Denk bijvoorbeeld aan emissiehandel. Emissiehandel is een heel eigenaardige markt waar een heel eigenaardig product wordt verkocht, namelijk het recht om CO2 uit te stoten. Dus er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in die handel, banken die zich specialiseren in die handel, en beurzen waar emissierechten worden verhandeld, er zijn allerlei speculatieve stromen enzovoort. En in het boek leggen we in het lang en het breed uit wat een aantal grote neveneffecten, negatieve neveneffecten zijn voor van die emissiehandel. Misschien kunnen we daar straks nog op ingaan. Een van de zaken, om daar toch wel iets op te zeggen, is dat bedrijven in het kader van de emissiehandel ervoor kunnen kiezen om niet hier, bijvoorbeeld in België en West-Europa, fundamenteel iets te veranderen, een uitstoot te verminderen, maar een uitstoot te gaan compenseren door in het zuiden allerlei projecten op te zetten. En er zijn zeker vast positieve projecten te noemen, maar er zijn ook heel wat negatieve projecten. Om maar één voorbeeldje te geven, vandaag is het mogelijk dat het gebeurt, dat bedrijven zeggen van oké, we gaan hier blijven uitstoten, we gaan onze uitstoot compenseren door in India of in China bijvoorbeeld steenkoolcentrales te bouwen die iets efficiënter zijn dan gangbaar. Dus dankzij onze investeringen daar komen er daar steenkoolcentrales die iets minder CO2 uitstoten dan met de gangbare technologie het geval zal zijn. Dus op die manier verhinderen we dat er een zekere CO2-uitstoot komt en compenseren we eigenlijk onze CO2-uitstoot in het noorden. En dat is heel dubbelzinnig, omdat op die manier stroomt er wel extra geld naar, staat er een geldstroom in de richting van steenkoolcentrales. Steenkool is de meest vervuilende bron van CO2-uitstoot. Net op het moment dat we een energietransitie moeten maken in de richting van hernieuwbare energie, wordt er ten volle in steenkoolcentrales geïnvesteerd en krijgen die steenkoolcentrales zelfs voor een stuk een financiële input via het emissiehandelssysteem. Eigenlijk is dat een verkeerd signaal dat daarmee wordt gegeven. Ik zou nog andere voorbeelden kunnen geven, maar ik zal dat niet doen. Dus dat soort mechanismen, daarop wordt heel centraal ingezet door heel wat internationale instellingen die zogezegd bezig zijn met die groene economie. Ik denk in de emissiehandel, maar er is een heel debat nu rond de handel in biodiversiteitskredieten. De gedachte is, en bijvoorbeeld, er is een heel dik rapport geschreven door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP. Meer dan 600 pagina's, een rapport over de groene economie. Dat is een beetje de standaard referentie dat in de discussie, in een heel debat. En daarin wordt bijvoorbeeld gesteld dat er dat soort markten moeten zijn. Markten, bijvoorbeeld als je een moerasland droog legt om huizen te bouwen, fabrieken te bouwen, of steden uit te breiden, geen enkel probleem, zolang dat je dat moerasland maar compenseert door ergens anders een moeras te gaan creëren. Kap je een bos, geen probleem, zolang dat je dat bos maar gaat compenseren door elders nieuwe bomen te gaan aanplanten. En dus er ontstaat een hele manier van denken, in termen van markten, van natuurcompensatie, biodiversiteitskredieten enzovoort. En daar kunnen heel wat vragen bij staan. Een moeras bijvoorbeeld is een regio met een heel sterke biodiversiteit. Als je dat droog hebt en je wilt elders een moeras creëren, dat gaat niet zomaar. Je kunt niet zomaar een moeras out of the blue, uit het niks gaan creëren. Dat heeft tientallen, misschien honderden jaren nodig om ergens tot een complex ecosysteem uit te groeien. Hetzelfde voor bossen. En dus, ook sociaal kunnen we daar grote vragen bij stellen. Want heel vaak zien we nu dat er een natuurcompensatie wordt gedaan, dat er nieuwe bossen worden gecreëerd. Maar
dat de grond die daarvoor ingepland wordt altijd wel toebehoorde aan niemand. En vaak zijn het minder, zwakkere groepen in het zuiden, kleine boeren, die daarvan het gelag betalen. Ik zou daar nog veel meer over kunnen zeggen. Maar dus, het eerste ingrediënt, verandering via de markt. En vooral verandering via heel problematische markten, emissiehandel, handel, biodiversiteitsgebieden enzovoort. Tweede ingrediënt, technologie. Je gaat inzetten op technologie. En het is een beetje gelinkt met het vorige. Als je de markt vrijlaat, zal er concurrentie zijn. De bedrijven gaan afkomen met nieuwe innovaties, nieuwe technologieën. En op die manier zullen we het wel redden. En op zich klopt het. Hè. We zien hoe dat zonnepanelen jaar na jaar efficiënter worden, goedkoper. En we zien voor een stuk de concurrentie spelen. Maar tegelijkertijd is het veel te weinig om echt de tijd te keren. Dus we hebben de wondertechnologie om de klimaatverandering tegen te gaan. Hebben we nog niet, of niet voldoende in handen. Vandaar dat er steeds meer wordt ingezet op heel gevaarlijke vormen van technologieën, geoengineering, het grootschalige ingrijpen op weersfenomenen, klimaatpatronen enzovoort. En heel vaak zie je voorbeelden in de Financial Times, vrije tribunes van mensen die zeggen: nee, we moeten hier inderdaad die groene economie maken, maar we gaan niet zonder geoengineering kunnen. Bijvoorbeeld kunstmatige wolkenvormen in de lucht, waardoor de zonnestralen worden tegengegaan, 4 centimeter bij de zee. De samenstelling van de oceanen veranderen, ijzerdeeltjes toevoegen aan de oceanen, zodat er meer algen of planten groeien. En dat plantengroei dat gaat gepaard met absorptie van CO2. CO2 wordt daardoor opgenomen, dat is goed voor het klimaat, is het idee. En op die manier gaat geoengineering bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Opnieuw, hou je vast, laten we 2 keer nadenken voordat we daaraan beginnen. Oceanologen zeggen, als je begint te morrelen aan de samenstelling, de samenstelling van het water in de oceaan op grote schaal, je weet niet waarmee dat je begint. Een oceaan is zo'n complex ecosysteem, planten en dieren en allerlei complexe mechanismen daartussen. Als je daaraan begint te morrelen, weet je niet waar dat eindigt. Derde ingrediënt, duurzaam ondernemen. Vandaag is er bijna geen enkele grote multinational of grote bank die niet ergens een soort milieuproject geeft. Dus ze geven geld aan een milieu-NGO of ze hebben ergens een projectje in het zuiden, in de ontwikkelingslanden, waarmee ze zich profileren als groene voorgangers. Ze hebben zonnepanelen op hun daken enzovoort. Op zich sympathiek vaak. En er zijn zeker en vast ondernemersbedrijven die echt goede intenties hebben en verder willen gaan. Ik heb al in debatten gezeten met dat soort ondernemers. Het zijn vaak mensen die in kleinere ondernemingen actief zijn in hoogtechnologische sectoren, tegelijkertijd zien dat er grote limieten zijn. Een tijd geleden zaten we in debat met iemand van Tessin Agrochemie, een bedrijf dat echt stappen zet om te vergroenen. En de verantwoordelijke van dat bedrijf gaat daartoe van oké, we kunnen ook veel stappen zetten, tot het moment dat de winst wordt aangetast. Zodra het te veel gaat kosten en dan onze winsten worden aangetast in vergelijking met de concurrenten, dan is het gedaan. Ik laat zien dat er limieten zijn aan wat je kunt doen binnen het huidige economische kader. Dus voilà, er zijn goede voorbeelden, er zijn limieten, maar er zijn vooral heel veel gevallen van wat wij greenwashing noemen. Uzelf groenwassen, bedrijven die zich een groen imago geven zonder echt fundamenteel groen te zijn. Denk aan een campagne die Coca-Cola vorig jaar heeft gedaan, waarbij ze geld gaven aan WWF om projecten op te zetten in de Noordpool. Op zich sympathiek en ik kan me inbeelden dat WWF daar nuttige dingen heeft gedaan. Dat is natuurlijk heel dubbelzinnig. Coca-Cola is het symbool van de consumptiemaatschappij. De afvalberg, de petflesjes, de blikjes enzovoort. Dat is eigenlijk typisch een vorm van greenwashing. En een vierde ingrediënt van het verhaal van de groene economie, dat is duurzaam consumeren. De individuele consument kan zelf keuzes maken met zijn koopkracht, kan iets veranderen. Op zich, veel mensen doen het. Steeds meer mensen doen het. Dat toont aan dat er een soort kritische massa is in de maatschappij die bereid is om inspanningen te doen in de richting van de transitie. Ik doe het zelf ook. Ik heb geen auto, ik ben een vegetariër en noem maar op. Dat is allemaal heel positief. Maar we moeten ook beseffen dat het, wat we kunnen doen als individuele consument gelimiteerd is. En vooral dat we meer moeten doen dan onze louters opstellen als consument. Wij denken fundamenteel dat er een soort maatschappelijke verandering nodig zal zijn. En daarom gaan we ons ook moeten engageren als burgers in vakbonden, in NGO's, in politieke partijen enzovoort. En niet enkel als consumenten. Bon.
Dat zijn de vier standaard ingrediënten die je eigenlijk vaak ziet terugkomen in veel rapporten over groene. Wat komt daar niet in voor in veel van die rapporten? Dat zijn een aantal zaken die voor ons essentieel zijn om de grote ecologische crisis aan te pakken. Grenzen stellen aan de economische groei. Op een eindige planeet is oneindige groei onmogelijk. Zelfs als dat zogenaamde groene groei is. Om maar een voorbeeldje te geven, er is veel te doen rond elektrische wagens. De vraag is natuurlijk, oké, op welk soort elektriciteit gaan die wagens rijden? Hopelijk groene energie. Maar dan is de vraag, de weinige groene energie die we hebben, gebruiken we die niet beter voor iets anders dan de wagens op te rijden? Een hele discussie. Maar een meer fundamenteel probleem, groene wagens, elektrische wagens, hebben batterijen nodig. De gangbare batterijtechnologie is meestal gebaseerd op lithium, een metaal, een zwaar metaal. En ja, de hoeveelheid lithium op deze planeet is beperkt. En in die mate zelfs dat er niet voldoende lithium op de planeet aanwezig is om alle wagens die vandaag rondrijden te vervangen om te turnen tot elektrische wagens, kunnen gewoon niet voldoende batterijen maken. Natuurlijk, momenteel zijn de ingenieurs bezig met het ontwikkelen van nieuwe batterijen en hopelijk lukken ze daarin om ergens toch iets te vinden dat kan helpen. Maar dat is een heel concreet voorbeeld om te laten zien van oneindige groei, zelfs al is het groene groei op een eindige planeet, daar zijn limieten aan. In die rapporten van de groene economie gaat het er ook niet om bijvoorbeeld het typische beursmechanisme aan de banden te leggen. Zoals we die hebben gezien, ze gaven aanleiding tot de recente financiële crisis. Nee, binnen het kader van emissiehandel bijvoorbeeld wordt dezelfde technieken gebruikt als in de beurzen, zoals we die in de jaren 2000 hebben zien die gebruikt worden. Het gaat er ook niet om vrijhandel aan banden te leggen, nog iets, een belangrijk groen en ook sociaal thema. Integendeel, vrijhandel is een hele gevoel van de globalisering, daar mogen we niet aankomen. Dus onze inschatting is een aantal dingen die essentieel zijn om klimaatverandering en de andere ecologische crisis aan te pakken, die laat men onbemoeid. En men zit eigenlijk in op een aantal andere strategieën die volgens ons onvoldoende zoden aan de dijk zullen brengen. En interessant om te zien is dat die internationale instellingen voldoende intellectuele eerlijkheid hebben om ook in te zien dat er limieten zijn aan wat zij voorstellen. Ik heb verwezen naar dat heel dikke rapport over groene economie van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP. Dat rapport gaat over meer dan klimaatverandering. Het gaat over een aantal andere problemen. Maar wij kijken van het oogpunt van klimaatverandering, omdat het hetgeen is waar wij ook als activisten mee bezig zijn geweest. Wel, dus in dat rapport worden een aantal scenario's opgelijst van de vergroening van de economie. En als je het meest ambitieuze scenario bekijkt, G2 heette het, omdat er in dat scenario wordt er per jaar 2% van het mondiale BNP geïnvesteerd in groen of gedreneerd naar groene investeringen. Ik ga het thuis niet uiteenzetten. Dus als we kijken naar het meest ambitieuze scenario dat UNEP naar voren schuift, wat is het resultaat daarvan? Het resultaat is dat we in 2050 de mondiale CO2-uitstoot kunnen verminderen met 4-7% in vergelijking met 1990. Wat laat dit zien? Het laat zien dat soort technieken, van die zogenaamde groene economie, dat die wel degelijk iets kunnen vergroenen. Dat er wel degelijk een vermindering is van de uitstoot. Dus dat er iets kan gebeuren. Maar dat dat veel en veel en veel te weinig is om het klimaat te stabiliseren. We hebben eigenlijk een veelvoud nodig van die doelstelling om het klimaat te gaan stabiliseren. En interessant, in tussen de lijnen door, in een korte passage, geeft UNEP zelfs toe of geeft aan wat dat de oorzaak is. Namelijk groei. Als de economie voortdurend blijft groeien, dan moet de inspanning die je levert om te vergroenen dubbel zo groot zijn. Om een voorbeeldje te geven, dat is aan het factor neer, maar ik ga een voorbeeldje geven om dat duidelijk te maken. Dus de economie groeit elk jaar, de taart groeit elk jaar. Dat betekent ook dat je elk jaar meer energieconsumptie hebt. De economie gebruikt elk jaar meer energie mondiaal vlak. En dus als je tegelijkertijd die energie wilt vergroenen, vervangen door hernieuwbare energie, groene energie, dan moet die inspanning natuurlijk dubbel zo groot zijn. En wat we zien vandaag heel vaak is, dus er komt groene energie of hernieuwbare energie, maar wat we zien is dat in heel veel landen die hernieuwbare energie de fossiele brandstoffenenergie niet vervangt, maar er bovenop komt. Omdat de taart voortdurend moet groeien, de energiebehoefte groeit voortdurend
Vandaar dat die hernieuwbare energie gaat bovenop in plaats van in de plaats van de vervanging van de fossiele brandstofenergie komt. Dus als de taart voortdurend groeit, als die economie voortdurend groeit, ja, dan zijn er, dan moet de inspanning dubbel zo groot zijn, of dan gaat het resultaat van uw inspanningen kleiner zijn dan wanneer de economie zal blijven wat ze is. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, Bert. Nu, een van de centrale gedachten die je ziet terugkomen in een aantal rapporten rond de groene economie is, dat zou je kunnen uitdrukken met een slogan die al wat langer meegaat. De slogan van People, Planet, Profit. Dus de gedachte van, we kunnen die drie dingen combineren. We kunnen tegelijkertijd iets doen voor de planeet, voor het milieu. We kunnen tegelijkertijd iets doen waarmee winst gemaakt kan worden, profit. En we kunnen tegelijkertijd sociale doelstellingen naast de people. En je ziet dat heel vaak terugkomen in allerlei speeches die worden gegeven door vertegenwoordigers van de Wereldbank, van de Verenigde Naties, die bezig zijn met groene economie. En op zich is dat een interessant verhaal. Stel je voor dat je dat inderdaad dat een soort strategie, een piste zou kunnen ontwikkelen, waar je die drie doelstellingen tegelijkertijd kunt realiseren. Als dat zou kunnen kloppen, zou ik zeggen, why not? We beginnen er onmiddellijk aan. En ik denk dat er op een aantal terreinen, dat het op een aantal terreinen ook mogelijk is om die combinatie te maken. Ik heb al bedrijven gezien die winst maken, die reëel verdienen en die goede arbeidsomstandigheden leveren. Dat bestaat. Er zijn terreinen waar dat kan. Maar er zijn heel wat terreinen waar het helemaal niet gebeurt en heel moeilijk is, en onmogelijk is om het te doen. En ons punt is vooral ook, als je het wilt doen op de economie als geheel, op marktschaal, dan wordt het bijna onbegonnen werk. En laten we zeggen, hoe langer dat we wachten om een transitie in de richting van een groene toekomst in te zetten, hoe moeilijker het zal worden. Hoe langer dat we wachten om echt de tijd te keren, hoe groter de financiële inspanningen zullen moeten zijn, hoe groter de investeringen zullen moeten zijn, en hoe moeilijker het nog zal worden om tegelijkertijd te vergroenen, tegelijkertijd winst en groei, economische groei te realiseren en tegelijkertijd sociale doelstellingen na te streven. En dus eigenlijk, waarom is de groene economie niet te doen? Om het verhaal een beetje simplistisch weer te geven. Dus people, planet, profit. Het klinkt aantrekkelijk. Als het zou kunnen kloppen, waarom niet? Maar in de realiteit zien we dat het vaak veel moeilijker is. Vandaar, het verhaal is een mythe. De realiteit laat zien dat je vaak moeilijke keuzes moet maken tussen people, planet, profit. Dat dat moeilijk te combineren is. En dus wat wij proberen te laten zien is dat veel projecten, initiatieven rond de groene economie heel vaak uitdraaien op het idee dat er profit wordt gemaakt, dat het voordeel voor de planeet een stuk minder rooskleurig is en dat vooral de people van de tafel wordt geveegd. Een typisch voorbeeld, biobrandstoffen of agrobrandstoffen. Een aantal bedrijven maken er mooie winsten mee. Het voordeel voor het klimaat is heel gering, er is wat discussie over, maar dat is helemaal niet zo'n groene brandstof. Er zijn heel wat wetenschappers die daar zware kritieken op hebben geleverd. En de people wordt hier volledig van tafel geveegd. Iedereen herinnert zich stijgende voedselprijzen een aantal jaren geleden, omdat het voedsel wordt gebruikt om biobrandstoffen te genereren. Een voorbeeldje van dichter bij huis. Als je zou zeggen, hoe is de filosofie van de groene economie zoals die door internationale instellingen is bekokstoofd? Hoe wordt die in Vlaanderen geïmplementeerd? Een goed voorbeeld zou ik zeggen, heel het verhaal met de zonnepanelen en de groene stroomcertificaten. Je kent het ongetwijfeld allemaal. Op een bepaald moment bleek dat mensen die geen zonnepanelen op hun dak hadden, via hun groeiende energiefactuur meebetaalden aan de mensen die wel zonnepanelen hadden op hun dak. En vooral een aantal bedrijven en banken die hadden geïnvesteerd in grote zonnepanelenparken. Mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, ik vind dat een zeer goed engagement. We hebben die zonnepanelen nodig. Het is goed dat er mensen zijn die hun geld daarin willen steken. Dat is op zich een goede zaak. Maar het hele systeem dat op de regering is bekokstoofd, dat is uitgewerkt, is eigenlijk zeer pervers en gevaarlijk. Het is typisch, het volgt typisch die filosofie van de groene economie. Namelijk, het is een soort pseudomarkt die wordt geïnstalleerd in verhandelbare groene stroomcertificaten. Niet een soort artificiële markt in een eigenaardig product. En enfin, om een lang verhaal kort te maken, wat is de slotstom van heel het verhaal? Hè? Een aantal banken en bedrijven hebben heel wat miljoenen, echt miljoenen winsten gemaakt met heel die groene stroomcertificatenhandel.
dit vlak is er een reëel voordeel voor het klimaat. Hè. Dat die zonnepanelen er zijn gekomen, dat is op zich een goede zaak. Hè. Dus we hebben die zonnepanelen nodig. Maar wat we krijgen, is een soort omgekeerde sociale herverdeling. Hè. Mensen die niet het geld hebben om zonnepanelen te bekostigen, die betalen mee aan de mensen die eigenlijk wel die investeringen kunnen doen. En ik ga vaak praten voor mensen uit de arbeidersbeweging, groepen arbeiders eigenlijk, en je voelt dat dat heel zwaar weegt. Hè. Dat je zelfs mensen zegt, industriearbeiders hebt, die beginnen zeggen van klimaatverandering, ik geloof er niet meer in. Eerst is de crisis, dan is de vergrijzing en nu is de klimaatverandering. En het is altijd alleen maar om te doen om het geld uit de mensen in zakken te halen. Dat soort populistisch discours, wat problematisch is, en we moeten daar tegenin gaan. Maar tegelijkertijd begrijp je wel van waar dat komt. Als dat inderdaad, als dat het milieubeleid is dat wordt gevoerd, dan vervreemd je dat soort mensen van de strijd tegen klimaatverandering. En dus, fundamenteel, wat is onze vrees eigenlijk? Dus als we op dat soort mechanismen gaan inzetten, in de stroomcertificaten, emissiehandel, noem maar op, een aantal andere dingen die in het boek worden besproken, dan dreigen we eigenlijk sociaal onrechtvaardige effecten te sorteren, die ervoor zorgen dat het draagvlak in de maatschappij voor het groene verhaal eerder afkalt dan te versterken. En dat is een drama, omdat we precies, dus we staan voor grote veranderingen. Als we klimaatverandering willen stoppen, dan gaan we echt structurele, grootschalige, ingrepen veranderingen nodig hebben. Transformatie van het energiesysteem, hoe dat we produceren, hoe we ons verplaatsen, hoe we bouwen enzovoort. Dat zijn enorme veranderingen. We hebben daar een breed draagvlak voor nodig in de maatschappij. We gaan vooral moeten proberen uit, er is een groep in de maatschappij die overtuigd is van het groene verhaal, maar we gaan moeten proberen andere sociologische groepen te bereiken. Bijvoorbeeld gewone arbeiders, gewone bedienden enzovoort, die niet nog niet mee zijn. Wel, met dat soort mechanismen van de groene economie dreigen we dat draagvlak eerder te verkleinen, te ondermijnen, dan dat we het versterken. Okay. Ik zal een paar stappen overslaan en tot mijn conclusie komen. Dus we zien een verschuiving in het discours. Hè. En sinds de laatste een paar jaar komt dat discours van groene economie op. Hè. Een poging om de markt en ecologie te verzoenen. Wat volgens ons in laatste instantie niet zal lukken. We gaan eerder minder markt moeten hebben. En dus dat maakt dat de discussie een beetje aan het verschuiven is. Hè. We zien tal van NGO's, groene partijen, ecologisten, die zijn zich... Ze stellen zich vragen, de vraag is, moeten we ons daar tegenover gaan positioneren? En dus het terrein is aan het veranderen. En onze inschatting is dat er een soort nieuwe, in tegenstelling, maar er is polen aan het ontstaan in de discussie. Enerzijds die groene economie met alle nuances en varianten die daarin aanwezig zijn. En anderzijds is er, bij ons nog relatief weinig, in Vlaanderen relatief weinig, maar er steeds meer plekken ter wereld, een soort meer kritische, aan het ontstaan van ecologisch denken, dat niet inzet op groene economie, markt-economische technieken, maar zegt we moeten inzetten op klimaatrechtvaardigheid, climate justice. Dat is een beetje de term waarom heel wat groepen en bewegingen en vakbonden enzovoort zich aan het verenigen zijn. En wat zij zeggen, dat is onze boodschap, we gaan via dat soort marktmechanismes alleen het tij niet keren. We moeten absoluut inzetten op het redden van de planeet, of planet. We gaan moeten de profit aan de kant schrijven. We gaan moeten stopzetten aan de winstzoeken in de oneindige economische groei. We moeten prioriteit geven aan het stabiliseren van het klimaat, het tegengaan van ecologische crisissen. En we moeten dat doen op een solidaire, op sociaal rechtvaardige manier. Omdat sociaal rechtvaardigheid belangrijk is als zodanig. En omdat dat belangrijk is om een strategie te ontwikkelen die een draagvlak voor het milieupolitiek kan vergroten in plaats van te verkleinen. En dus, voilà. Dus we worden geconfronteerd met moeilijke keuzes, met moeilijke afwegingen. We gaan People, Planet, Profit niet zomaar kunnen verzoenen. We gaan moeilijke keuzes moeten maken. Dat gaat conflicten geven, dat gaat tegenstellingen geven. En eigenlijk met ons boek hebben we een beetje een soort wake-up call willen maken ten aanzien van vakbonden, NGO's, ecologisten, groene partijen enzovoort. Want hoe gaan we ons in die omgeving, in die context, hoe gaan we ons positioneren? Ja, ik hoop dat we daarover vanavond ook een debat kunnen hebben. Sorry als ik te lang heb gesproken. Ja. Ik dank je, Matthias. Voordat ik het woord hier aan Bart Staes, mag ik toch wel een keer duiden ook dat Bart eigenlijk
eigenlijk op medewerker is geweest van een Oostens begrip, een Oostense politicus, Jaak van den Neulenbrugge, ook Europees parlementslid. En Bart is lange tijd medewerker geweest van Jaak van den Neulenbrugge in het Europees parlement. Bart Staes, heb ik u graag het woord. Na de heel kritische analyse van Matthias, heb ik u graag het woord. Dank u, Bert. Ik wil toch aan herinneren dat mijn carrière in Europa begonnen is, mijn engagement in Europa, of het heel concrete engagement in Europa begonnen is, op een paar kilometer van hier, toen Jacques nog in Mariakerk woonde, aan de kerk, en hij mij op een zaterdag in januari 83 begot, mij opbelde om te vragen of ik voor hem een contractje van 9 maanden wou uitdoen in het Europees Parlement. Ik ben dat altijd gebleven. Het thema van vanavond, ik zie een zwart gat, hè. Dus ik zie de mensen, we zien hier alleen maar in donkere massa, dus denk niet dat we geen contact willen zoeken met jullie. Maar ik denk dat het werk dat Matthias en alleen doen bij het schrijven van dat boek, dat belangrijk werk is. Dus ik waardeer dat, omdat het... doet nadenken, het somt een aantal zaken op, het houdt een spiegel voor, maar het is van een fundamenteel andere aard dan wat het concrete werk als politicus is. En ik vind dat we die spanning moeten erkennen als er zoiets gepubliceerd wordt, en zo zijn er vele boeken die gepubliceerd worden en die heel erg interessant zijn. Maar dit is een belangrijk boek voor onze beweging, voor onze gedachtenstroming in het Nederlands taalgebied. Dan denk ik dat we daar moeten naar luisteren en dat we even onze eigen uitgangspunten door dit te lezen kunnen herijken. Ik heb het niet van A tot Z gelezen. Daar heb ik niet altijd de tijd voor, maar ik ben er wel doorgegaan. En hier en daar stukjes over gelezen, bijvoorbeeld over emissiehandel, omdat dat iets is waar ik concreet mee bezig ben. Maar het heeft mij doen terugdenken aan de grote crisis waar de partij in zat in 2003. En Vera Duwag, de partij in handen nam in de aanloop naar de verkiezingen van 2004. En waar we met een aantal mensen, ikzelf ook, Tine van der Straten, als Keitsman, dat soort mensen, Jos Tassen, zijn gaan samenzitten, samen met de studiedienst van de partij toen. En gezegd hebben, wat zijn nu de kernpunten van onze partij? Wat is de kernpunt? Wat is een kernpunt, wat is het eikpunt van groene politiek? We hebben toen eigenlijk op het moment, en de ouderen onder jullie weten, die kennen die verkiezingscampagne naar 2004, en die zullen die mantra's die we er toen hebben ingedrankt, die zullen die herkennen. Het eerste deel van de boodschap is, we moeten durven herkennen dat er grenzen zijn aan wat planeet Aarde verdragen kan en aan wat aantal mensen verdragen kunnen. Dat is het eerste uitgangspunt van groene politiek. En dat lees ik daar in dat boek. We kunnen de manier waarop we onze maatschappij verder uitbouwen, de manier waarop we omgaan met mensen, de manier waarop we zaken verwachten van mensen, daar zijn grenzen aan. En we zijn die grenzen overschreden. Ver overschreden. Zowel op sociaal gebied als op gebied van hulp, van grondstoffen enzovoort. Tweede belangrijk eikpunt, en dat vind ik ook in het boek, is, we hebben dat toen geformuleerd als groene partijen zijn bij uitstek partijen die zeer expliciet solidariteit betonen, gaan voor rechtvaardigheid binnen de eigen gemeenschap, maar ook in de hele wereldcontext. Dat zijn eikpunten voor groene politiek. En derde punt, van wat we toen als kapstok naar voren brachten in de gesprekken met de mensen,
was van groene partijen zijn bij uitstek partijen die verder kijken dan de korte termijn, dan de dagjespolitiek. Het zijn bij uitstek partijen die kijken van wat kunnen we op langere termijn, waar moet het kompas op gericht zijn om te bereiken wat dat we willen bereiken. En dat hebben we toen verwoord. Sindsdien wordt dat ook overgenomen door heel veel politici. Wij willen een beleid voeren dat ook waarvan we weten wat de impact zal zijn op onze kinderen en op onze kleinkinderen. Jullie herinneren zich die term, denk ik. Er was geen debat op tv of geen gesprek met een journalist. Of die zaken, die drie kapstokken, probeerden we erin te drammen. Ook omdat we weten dat in communicatiebeleid je veel zaken moet herhalen om iets door te halen. De schrijvers van dit boek, doorheen de hoofdstukken dat ze geschreven hebben, herinneren ons aan die drie eikpunten. Op een bepaald moment zijn ze ook vrij kritisch ten aanzien ook van groene partijen en het beleid van groene partijen en de dagdagelijkse politiek in de parlementen van groene politici. Maar daar wil ik toch op zeggen dat aan politiek doen in een democratie, dat omgaan is dag aan dag met conflict. En vanuit groene politici, vaak vanuit een serieuze minderheidspositie. De grootste groene partijen halen maximaal 20-22% als het goed gaat. Wij zitten in Vlaanderen in een middenpositie van 8, 7, 8, hopelijk wat meer procent, maar dat is onze. En er zijn heel wat groene partijen die verkozenen hebben in de parlementen die minder hebben dan 5%. GroenLinks in Nederland, 4,5, 5%, 6% is daar een goede uitslag. Dus dat is de realiteit waarmee je omgaat als je verkozenen hebt in een parlement. En een samenleving zit vol van conflict. In het naar hier rijden heb ik de speech gehoord van president Obama, waar hij op een eloquente manier, zoals hij het kan, ook gaat over de geschiedenis van Europa, aangeeft welk strijdtoneel we zijn geweest, wat de verdienste is van de Europese Unie om door samenwerking ervoor te zorgen dat we alvast dat militaire conflict op eigen grondgebied op zijn minst nu al voor lange tijd hebben uitgeschakeld, waar we ook gefaald zijn overigens, hè. Denk aan ex-Joegoslavië enzovoort. Maar die verdienste van vredesproject wil niet zeggen dat er in de Europese Unie geen conflict is. Het zit vol van conflict. En dat is de realiteit, Matthias, waar ik als Europees parlementslid dag aan dag mee geconfronteerd ben. Op alle thema's die je aanbrengt, en waarbij ik mijn eikpunten heb, maar waarmee ik, als ik wil iets veranderen, waarbinnen ik moet werken, dat is de context waarbinnen ik moet werken. Ik kan mij heel radicaal, heel fundamentalistisch opstellen en zeggen, kijk, dit is het nu. En ik ga daar niks op toegeven, dit is het nu. Beste vrienden, zo gaan we van groene partijen geen mainstream partijen maken. Zo gaan we mensen niet begeesteren. Ik vrees, Matthias, met alle sympathie dat ik heb voor het boek, maar met dit soort boodschappen komen naar een algemeen publiek, daarmee winnen we de verkiezingen niet. Dit is goed voor interne reflectie, dit is goed voor ons door een paar dwarsliggers, want dat zijn ze in het boek, het zijn twee dwarsliggers, maar die twee dwarsliggers zijn nodig om die dwarsbalken van de sporen in de goede stand te houden, zodanig dat wij op die sporen kunnen rijden en dat die sporen stand houden als richteis. Dat zie ik de taak van wat jullie doen. De kritiek is redelijk genadeloos ten aanzien van een aantal beleidsterreinen. Je hebt zelf begonnen over afval. Als ik nu eventjes uitweid over een aantal beleidsterreinen waar ik het over heb. Ik vind wat je gezegd hebt nogal redelijk eenzijdig vanavond. Ik denk dat de waarheid veel ingewikkelder is.
Het is waar dat jarenlang rond afval er een gedachte is geweest van in een putje steken, verbranden, uitvoeren naar de derde wereld en daarmee zijn we er. Ik zie andere tendensen. Ik zie heel veel door u zo gehate bedrijven in de economie die afval effectief beginnen zien als iets waardevols, als iets te recycleren, als iets mee te doen, als iets te herbruiken. Belangrijke vervuilende bedrijven van vroeger zijn wereldleiders geworden in het hergebruiken op een verstandige manier van inderdaad wat dat niet goed is, de overvloed van de maatschappij en de manier waarop de maatschappij draait, maar binnen dat geheel probeer men goede dingen te doen. Uitvoer van illegaal afval naar derde wereldlanden. Op 17 april gaan we de laatste dag van het huidige Europees Parlement, dat we in plenaire zitting gaan bijeen zijn, gaan we mijn wet, de wet die ik mee heb onderhandeld, over het strenger maken van de controle op de uitvoer van afval naar derde landen, heel vaak inderdaad derde wereldlanden, wel, die wet gaan we versterken in het Europees Parlement. In een akkoord dat ik nu bereikt heb met de 28 ministers van Milieu. Er zijn er drie er niet mee eens. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben tegengestemd. Oostenrijk onthoudt zich. Maar 25 landen stemmen mee in het verstrengen van die wet. Verstrengen van de controles. Verbeteren van de samenwerking tussen inspectiediensten, douanediensten, milieupolitiediensten, parketten, enfin, iedereen die op het terrein actief is. In iets waarvoor ik heb moeten strijden, volle transparantie. De inspectieplannen zullen moeten ter beschikking liggen, zullen moeten openbaar zijn, er zal vrij zijn op internet enzovoort. Het is binnen die context dat je werkt en dat ik denk dat we resultaat bereiken. Jullie weten dat ik heel veel bezig ben met landbouw. Landbouw is een belangrijke bezigheid en economische bezigheid, niet alleen in de Europese Unie, maar op wereldvlak. We weten dat het huidige landbouwbeleid en de huidige manier waarop omgegaan wordt met grondstoffen bij de productie van voedsel, dat niet op een goede manier gebeurt. Dat niet gebeurt binnen de grenzen van planeet Aarde. Dat zelfs niet gebeurt binnen de grenzen van hoe je met mensen omgaat. Want het overgrote deel van boeren en boerinnen wereldwijd, ook hier in Vlaanderen, krijgen niet de juiste beloning voor het werk dat ze verzetten. Het gevroed dat ze en de risico's dat ze nemen. Wat zetten wij daar tegenover? Zetten wij daar tegenover een geklaag dat het allemaal niet goed is? Nee. Wij proberen als groene partijen in Europa, wereldwijd, groene partijen wereldwijd, vandaar dat ik bijvoorbeeld van Dana Shiva, wereldwijde milieuactivisten uit Indië, naar België heb laten komen, om te tonen we staan niet alleen, ook in derde wereldlanden of in opkomende industriële landen zoals Indië, zijn er mensen actief die op een andere manier over landbouw gaan denken, die een ander landbouwmodel gaan poneren, samenwerken met de wetenschap, met mensen zoals Olivier de Schutter, die jarenlang VN-rapporteur is geweest tegen de honger in de wereld. Een ander model zetten van agroecologie. Een ander model dat deels biolandbouw is. Want biolandbouw gaat in die richting. En dan lees ik in het boek de kritiek. Ja, biolandbouw, het is wel goed, maar het is toch ook een beetje een verhaal voor de haves en de have-nots. Het is een beetje het verhaal van, ja, bioproducten die zijn toch wel duurder. Ja, natuurlijk is dit geen goede zaak. Vandaar dat wij tegelijkertijd streven om binnen dat landbouwbeleid ervoor te zorgen dat alle kosten, ook in de traditionele, in de gangbare landbouw, dat die geïnternaliseerd worden. Want de prijsvorming is geen correcte prijsvorming. Dus die strijd is veelzijdig, is multipolair. En je riskeert altijd, en dat herken ik, je riskeert altijd in die politieke strijd om te komen ten opzichte van tegenstanders die een stukje proberen de hele strijd te recupereren,
Enfin, dat is wat ik in der tijd geleerd heb toen ik in de jaren 70 studeerde. Dat is het hele verhaal van inkapseling, van praktijken die bezig zijn en die ogenschijnlijk goed zijn proberen in te kapselen. Dat is de hele, wat we hebben kunnen lezen. Bert, jij zal dat zeker kennen met jouw leeftijd. The One Dimensional Man van Herbert Marcuse in de tijd. Waarbij inderdaad de kapitalistische industrie probeert een aantal zaken die ogenschijnlijk goed zijn in te kapselen en dan dat te propageren als de te volgen weg. Maar daar moeten wij stevast, als groene politici, als ecologisten, in samenwerking met academici, in samenwerking met vakbonden, in samenwerking met NGO's, proberen daar het ware verhaal naar voren te brengen. En natuurlijk is die tegenstand enorm groot. Ik bedoel, ik werk in een parlement en in een omgeving waar er, zegt men mij, zowat 16.000 lobbyisten rondlopen. Wat meteen betekent dat wij een belangrijk parlement zijn, want men gaat geen mensen voltijds te werk stellen aan 700-800 euro per dag om mensen te overtuigen in een bepaalde richting te stemmen die eigenlijk toch niks te zeggen hebben. Dus dat stelt mij in de gedachte dat ik werk in een belangrijk parlement. Maar ik zie natuurlijk ook bij iedere lobbyist die ik ontmoet en die mij probeert bij te praten, wat zelden lukt. Althans, als het argumenten zijn vanuit een bepaalde hoek. De argumenten zijn altijd hetzelfde. Het gaat zoveel procentpunt kosten aan BNP, aan groei, aan slecht gemeten groei. Daar kennen wij het verhaal van wat BNP-groei maar voorstelt als meetinstrument. Het zal zoveel jobs kosten. Dat is altijd hetzelfde argument. En het zal de innovatie in de weg staan. Waarbij we allemaal weten dat fake argumenten zijn. Als wij in de tijd asbest verboden hebben als product bij brandbeveiligingsproducten, dan zijn dat soort argumenten aangebracht. En dat heeft in elk geval, dat verbod heeft er niet voor gezorgd dat er geen innovatie is geweest in de brandbeveiligingssector. Er zijn een heleboel nieuwe producten ontstaan. Het heeft geen jobs gekost in totaal, er zijn nieuwe jobs gecreëerd. En zelfs in slecht gemeente BNP-groei heeft het iets bijgebracht aan een gezondere manier van om te gaan met brandbeveiliging. Ik wil maar zeggen, het is allemaal niet zo eenvoudig. En waar ik misschien dan als tegenaanval of als tegenargument mijn beklag wil overdoen in dit debat is dat eerst en vooral in de inkapseling of in wat Matthias en Anneleen pingpongen naar groene bewegingen, of dat een milieubeweging is, bewegingen in de echte zin van bewegingen of partijpolitieke constellaties, dat er eigenlijk gepingpongd wordt heel vaak naar de verkeerde soorten mensen of organisaties. Ik vind dat er een boek is dat een pingpong moet zijn, of een smash moet zijn, naar dat soort mensen die in de Vlaamse politiek zeggen, er is een verschil tussen de groenen van Wouter van Bezien, de groenen van Olivier Deleuze en verstandig groen. Wij zijn verstandig groen. De Chris Petersen van dit stukje Vlaanderen. Of onlangs in een debat tussen Europese politici, de Mark de Mesmakers van de N-VA, die mij zei, wij zijn verstandig groen, want ik heb groene vingers. Dit is een boek dat veel meer gericht zou moeten zijn naar degenen die inderdaad aan inkapseling doen en die proberen een aantal zaken te recupereren. Dat is het eerste. Tweede, ik ben ontzettend ontgoocheld in de rol van de nieuwe sociale beweging. Ook de milieubeweging. Ik zal iets gevaarlijks zeggen, maar veel van die bewegingen zijn ook ingekapseld. Ingekapseld door de subsidiestromen. Ingekapseld door het feit dat ze veel mensen te werk stellen. En dat ze bang zijn om subsidies te verliezen.
En dus er niet meer voluit voor gaan. Ik vraag hem mee niet. Er zijn elementen in alle organisaties dat je ziet van, oh, ik ben in West-Vlaanderen, mag ik dat zeggen, de kak wordt ingehaald. Hè? De kak wordt ingehaald. En waarbij je dus ziet dat men zelfs zo bang is om uit te komen of partij te kiezen, dat als je dan een keer als groenpoliticus vraagt om mee op de bres te staan, en al is het maar een kleine speech te geven op een bepaalde manifestatie, dat zelfs dat niet mogelijk is. Want dan vrezen ze dat ze zouden besmet worden door wat groene politici zeggen. Ik vind dat eigenlijk onaanvaardbaar. Ik vind dat eigenlijk zeer ontgoochelend. En vooraleer ik dit zei, wou ik eigenlijk nog iets zeggen. Ik ben een beetje mijn draad kwijt geweest en wat ik daarvoor nog wou zeggen. Ik wou één nog iets zeggen over markt. De wetten van de markt, de wetten van vraag en aanbod en wat er gebeurd is rond klimaatbeleid en het emissiehandelssysteem, want daar wijden jullie heel veel aandacht aan. Veel van wat jullie zeggen is waar, maar is het waar omdat het systeem verkeerd is toegepast? Of is het... Ik denk dat had men op de prijs van koolstof de wetten van vraag en aanbod laten spelen in een echt systeem waarbij alles wordt meegerekend, dat er geen uitzonderingen worden toegekend, dat er geen gratis rechten worden uitgedeeld, maar dat in... waarbij er gezegd wordt, kijk, er mag nog zoveel CO2 of een broeikasgas worden uitgestoten. Dat is de limiet dit jaar. En als je wilt meer uitstoten, dan moet je het elders gaan halen. En zo gaan we een prijs gaan betalen. En die prijs zal dan voldoende hoog zijn. Als er geen gratis rechten zijn, dan gaat die prijs, bijvoorbeeld, die is nu, hoeveel is die nu? 3 euro, 4 euro, zoiets. Er is altijd gezegd geweest, ik herinner me de discussies bij het begin van de onderhandelingen over dat systeem, een redelijke prijs moet iets zijn tussen de 50 en de 100 euro. Op een bepaald moment werd gezegd, eigenlijk zou dat een prijs moeten zijn van 90 euro per ton uitstoot. In die zin dat als mensen moesten elders uitstootrechten aankopen aan, zeg maar iets, aan 90 euro per ton, dat ze zeggen, want dat is de moeite waard niet meer. We gaan ons industrieel park gaan we vernieuwen met het geld dat we daarin investeren. En dat gaat uiteindelijk veel goedkoper ons uitkomen dan de werkelijke prijs van een bepaald broeikasgas te moeten betalen. Ik denk dat dat een systeem was dat op zich verstandig was, dat het een beetje het wapen was, het wapen van de vijand gebruiken. Alleen is het systeem weer ingekapseld geweest en is er in de onderhandelingen, zijn er direct gaten in het systeem geslopen, zijn er gratis rechten uitbetaald, zijn er mogelijkheden gecreëerd om effectief zaken te gaan kopen elders in de wereld, waarbij er dan dwaze beslissingen worden genomen, ook door de Vlaamse regering, die uitstootrechten, die schone lucht gaat kopen in Hongarije, waarmee de Hongaarse overheid dan huizen gaat isoleren in haar land, terwijl het toch veel beter, hoeveel was het, 300 miljoen geloof ik, veel beter zou investeren in het isoleren van huizen of het inzetten op energiebesparing in Vlaanderen land. Er is lange tijd in die discussie over hoe moet je de prijs van uitstoot van broeikasgassen en van CO2 meer bepaald, hoe moet je die reëel maken? Er is een discussie geweest tussen dat emissiehandelssysteem of dat cap-and-trade systeem, zoals het oorspronkelijk werd genoemd, en anderzijds het heffen van een koolstoftax. Ik heb niks tegen een koolstoftax. Het is een andere manier om de prijs te bepalen van een bepaald product dat schadelijk is, dat milieuonvriendelijk is. Maar alleen in de Europese context stel ik vast dat we daar met het grote probleem zitten dat belastingsbeleid, dat taxbeleid, gebeurt bij unanimiteit. Dus van als er één lidstaat niet mee wilt, heb je niks. We zijn er nu nog maar onlangs in geslaagd, na 10 jaar debat of zoiets, om rond de spaarrichtlijn, wat een totaal ander debat is, rond fiscaliteit, om daar voor het eerst nu Luxemburg
en in afgeleide orde ook Zwitserland mee te krijgen, omdat ze in het gehele systeem meedraaien. Maar dat heeft 10 jaar geduurd. Ik denk dat we dat de keuze op het moment voor al dat niet-emissiehandelssysteem, dat die keuze uiteindelijk is het die keuze geworden omwille van die barrière die er was rond het heffen van belastingen, omdat dat bij unanimiteit moest gebeuren. Dus ik zou zeggen van, dank dat je een aantal zaken aanbrengt, dank dat je ons op het rechte pad houdt, dank dat je de zaken kritisch aan een oordeel onderwerpt, dank dat je het land bent rondgetrokken en nog altijd rondtrekt met dit boek, om mensen in dit soort constellaties, 40, 50, soms mensen zalen van 100, 150, dat je dus mensen doet nadenken, maar met dit verhaal overtuig ik geen kiezers. Ik kan alleen kiezers overtuigen door effectief te doen wat we de voorbije 5 jaar hebben uitgewerkt, door te zeggen, als Europese Groenen, wij hebben inderdaad een plan van een Green European New Deal, dat hebben we klaar. Wij hebben een plan waarbij we de komende 10 jaar ongeveer 2% van het slecht gemeten bruto nationaal product willen inzetten, jaar na jaar, iets tussen de 220 en de 260 miljard euro per jaar, om effectief te gaan investeren in het creëren van duurzame jobs, in het effectief creëren van een economie die minder beslag legt op planeet aarde, op een economie die minder beslag legt op mensen, op een economie die ervoor zorgt dat de balans tussen wat je doet als werk en wat je doet in je eigen tijd, je familietijd, met je familie, dat terug tot redelijkheid komt, dat ook die grenzen worden aangepast, dat je investeert in een economie, in een maatschappij die effectief rekening houdt met het feit dat we maar één planeet aarde en dat we met een aantal zaken, zoals we nu doen, 2 of 3 planeet aardes nodig hebben. Dat we dus bijvoorbeeld in zaken landbouw een aantal zaken totaal anders doen. Dat we ook gaan nadenken over ons consumptiegedrag, bijvoorbeeld in de vleessector. Want dat is enorm belastend naar planeet aarde. Dus al die kleine stapjes, daarmee denk ik, kan ik mensen overtuigen. Als ik een avond kan, zoals ook gisteren, was ik op een avond bij het ABVV West-Vlaanderen in Haarlembeke. En je voelt dat je daar ook arbeiders of arbeidersafgevaardigden, als je het bredere plaatje kunt brengen, dat je daar wel enthousiasme kan losweken. Ook als je vertelt hoe je dat soort zaken wilt financieren, dat een totaal anders verhaal is dan het Europa dat nu alleen maar inzet op soberheid, op besparingen. Maar het zal altijd, vrees ik Matthias, niet een of-of verhaal zijn, of een verhaal van en tegen. Maar ik denk dat in de concrete realisatie van de politiek uw verhaal en ons verhaal een verhaal moet zijn. Een korte rubriek voor de brek. Er zijn heel veel interessante en zinvolle dingen gezegd. Ik zal het dus moeten heel kort houden. Moet ik tegenhouden, Bert, want ik weet als ik iemand aan het breken ben, dan kan dat duren. Misschien iets over emissiehandel. Ja, dus ik heb de teksten, de laatste congresteksten van Groen gelezen. En daar wordt er gesteld, oké, in theorie is emissiehandel goed. Alleen de manier waarop het praktisch geïmplementeerd is, daar schort het aan. Dat heeft Bart ook net gezegd. En dat klopt. En dus moeten er een aantal hervormingen gebeuren. En er worden in de tekst een aantal hervormingen opgesomd, waarbij ik het eigenlijk 100% eens ben. Dus als we die stappen zouden kunnen zetten, dan zou dat eigenlijk een heel goede stap in de goede richting zijn. Alleen denk ik dat er ook iets intrinsiek problematisch is aan emissiehandel. Kijk, laten we de uitdaging heel concreet nemen. De grote klimaattop die voor ons ligt nu is 2015 in Parijs. Stel dat we optimistisch mogen zijn. Stel dat er tot een akkoord komt, dat er een akkoord komt waar China meedoet, de Verenigde Staten enzovoort, en dat er reële reducties van de CO2-uitstoot naar voren worden gestuurd. Er zijn 2 zaken, denk ik, waarvan we realistisch gesproken mogen uitgaan. Namelijk, als er emissiereducties zullen zijn, dan zullen ze wellicht te weinig zijn om echt tijd te keren en in 2050 voldoende ver te geraken om het klimaat te stabiliseren.
Zelfs als er reducties zijn, dan zal het te weinig zijn. En de tweede, de reducties zullen gerealiseerd worden via emissiehandel. Wel, het probleem is dat die twee niet compatibel zijn. Ik zal het uitleggen. Dus als we via emissiehandel werken, wat krijgen we dan? Elk land krijgt zoveel emissierechten, elk bedrijf krijgt zoveel emissierechten. En dus zoveel kun je uitstoten. We kunnen dan zeggen van oké, als groene partijen en milieu-NGO's enzovoort, die reducties gaan niet ver genoeg, we moeten meer doen. Laten we dus, we hebben dat akkoord, dat is een goede zaak, een stap in de goede richting. En dus moeten we nu lokaal, op nationaal vlak, waar dat we zijn, proberen stappen verder te zetten. Iets verder te gaan dan het akkoord aangeeft. Je zou kunnen zeggen van Europa is bereid om verder te gaan en gaat aanvullende regels opleggen aan de energiesector, de automobielindustrie. België zou kunnen aanvullende regels opleggen enzovoort. En wat je dan krijgt, dat is, stel aanvullende regels voor de energiesector of de automobielsector. Die sectoren komen te zitten met te veel emissierechten. Dus ze gaan de regels moeten volgen, ze gaan nog minder uitstoten dan ze moeten binnen het emissiehandelssysteem, in het kader van dat internationaal akkoord. Ze gaan zitten met een overschot aan emissierechten. Ze gaan die natuurlijk verkopen aan de markt, de prijzen gaan dalen. Wat gaat betekenen dat andere sectoren goedkoper aan hun emissierechten geraken en daarom minder inspanningen zullen moeten doen om hun emissies te reduceren. Het is een abstract verhaal, maar het punt dat ik wil maken is het volgende. Eens dat je een emissiehandelssysteem hebt en er wordt gezegd van zoveel mag er uitgestoten worden maximum, is het ook heel moeilijk om daar naar 100 te gaan. Is het heel moeilijk om verder te gaan. Omdat je nu eenmaal met die emissierechten zit en die gaan wel via de markt hun weg vinden en er zullen altijd wel bedrijven zijn die emissierechten zullen opkopen en CO2 uitstoten. Dus dat dreigt een soort een straitjacket te zijn, zoals men zegt in het Engels, hoe noem je dat? Een soort een strik die rond milieupolitiek wordt gelegd, waar dat we vast aan hangen. We gaan niet meer in staat zijn om verder te gaan te doen wat nodig is om het klimaat te stabiliseren. Ik zie al daarvoor komen, ik zal nog heel kort iets zeggen. Met dit boek win je geen kiezers, ik denk dat dat waar is. Enfin, dit boek is ook niet bedoeld om kiezers te winnen. We hebben dat boek geschreven eigenlijk met het idee dat we een aantal honderden exemplaren gingen verkopen. We hadden niet verwacht dat er zoveel weerklank zou zijn, wat natuurlijk positief is. Als we dat hadden geweten, gingen we misschien op een andere manier geschreven hadden met het oog op een breder publiek. Dus ik denk dat we met dit boek inderdaad niet de bedoeling hebben om kiezers te winnen. Wat ik wel denk, dat is dat het mogelijk is om met een sociaal-ecologisch verhaal meer kiezers te winnen dan 7-8%. Dus daar ben ik rotsvast van overtuigd. Dus ik denk dat het een potentieel is dat we nu in staat zijn om aan te pakken. Dus ik denk dat het mogelijk moet zijn om echt in te breken, bijvoorbeeld in de arbeidersbeweging, in bepaalde sectoren, bepaalde lagen van de bevolking, waar we nu met een klassiek groen verhaal vaak niet in slagen. De Groene Partij misschien, maar ik ook als milieuactivist vaak niet. En dus ik denk dat dat de opdracht is waar we voor staan. En eigenlijk, de verhalen dat we brengen, is niet van, moet je radicaal zijn of gematigd, moet je fundi zijn of real, moet je strikt zijn in de leer, zuiver in de leer, of moet je met je schoenen of met je voeten in het terrein staan, zoals Bart op een heel goede manier doet, en compleet aan politiek doet. Dat is eigenlijk niet de boodschap van ons boek. Het is niet een kwestie van, we moeten radicaler of zuiverder in de leer zijn. De keuze is van, welke strategie gaan we? Gaan we voor een strategie via de markt, die zogenaamde groene economie, zoals die nu wordt ingevuld, of gaan we voor een strategie voor klimaatrechtvaardigheid, waarbij je eigenlijk andere types van maatregelen naar voren gaat schuiven. En die strategie gaat ook gepaard met andere allianties. Gaat je proberen, als ecologist, arm in arm te gaan met bedrijven, om op die manier ergens allerlei bondgenootschappen te genereren? Of gaat je zeggen, onze primaire bondgenootschappen, dat zijn sociale bewegingen, vakbonden, arme organisaties, enzovoort. En we willen een sociaal-ecologisch verhaal maken dat ergens aan die alliantie beantwoordt. En ik denk dat dat de keuze is. Dus de vraag is niet van hoe radicaal of hoe gematigd dat je bent. De vraag is, zet je primair in op ecologie, op het marktgerichte leest, of zet je primair in op een ecologisch verhaal dat zegt van we moeten gaan voor solidariteit, en sociale herverdeling en sociale rechtvaardigheid. En dat is volgens mij meer en meer de keuze die voor ligt. Sorry Bart. Dank u, Matthias. Ik zou willen vragen een trick houden. Ik zou zeggen, zoals in de voetbal, de break zal minimaal 10 minuten duren. Oké? Mag ik wat licht in de zaal vragen?